De eerste selectie van ASV Dronten trainde de afgelopen twee weken al een paar keer onder de nieuwe trainer Patrick Postuma om alvast een beetje aan elkaar te wennen voor de zomerbreak. Voor Postuma voelt zijn nieuwe job als terugkeren op het oude nest. Weet je, ik heb hier ook altijd gevoetbald in mijn jongere jaren. Eerste elftal gehaald, ook als aanvoerder, hoofdklasse tijd. Ja, en dan om terug te komen als hoofdtrainer hier bij jouw club, om het zo maar te zeggen. Ja, dat is wel lekker, ja. Postuma heeft zijn selectie al een beetje kunnen inventariseren de afgelopen weken en ziet heel veel potentie in de huidige spelersgroep. Nou, het is een ontzettende jonge groep. Een jonge groep met heel veel potentie, met heel veel kwaliteit, leergierig. Dat heb ik de afgelopen weken ook al meegemaakt. Ja, de club heeft een bepaalde doelstelling uitgesproken ook. Hè. Die wil in ieder geval zo snel mogelijk naar die eerste klas. En het liefst ook na volgend seizoen. Er wordt meteen wat druk opgelegd ook, maar daar hou ik ook wel van. Want ik vind ook dat zo'n club als Dronten in ieder geval in de eerste klasse thuis hoort. En daarbij hoop je dan dat je het eerste elftal bij elkaar kan houden de komende jaren. Met wellicht wat versterkingen links en rechts. Dat die jonge jongens zich gaan ontwikkelen. En daarbij dus ook het team. Ja, en dan gaan wij ook onze lat opzoeken als ASV Dronten zijnde. Ja, dus eigenlijk het doel voor komend seizoen is gewoon promotie? Ja, zeker weten. We willen gewoon zo snel mogelijk naar die eerste klasse toe. En dat staat zeker vast. Maar Postuma kijkt verder dan alleen die eerste klasse. Hij gelooft erin dat de Drontenaren op termijn kunnen terugkeren naar de hoofdklasse. Ik weet al te goed hoe moeilijk dat dan is om dat te bereiken. Maar ik weet ook inderdaad, gezien de potentie en de kwaliteiten die in deze jonge groep zitten, dat we wel daarheen gaan groeien. Daar ben ik 100% van overtuigd. Maar goed, een volgende stap is dat ook daadwerkelijk behalen. En daar zijn we allemaal zelf bij. Maar goed, je kan beter je lat wat hoger leggen dan dat je maar weer genoegen gaat nemen met een plaats in de eerste klas. Of wel handhaving. Wij moeten dat zeker gaan nastreven met elkaar. Postuma tekent een contract voor één seizoen, maar denkt zeker veel langer in Dronten aan het roer te zullen blijven. Ik wil hier absoluut niet een passant zijn van een jaar. Ja, zoals de afgelopen 3 jaren geloof ik uit mijn hoofd. Maar we willen hier inderdaad wat neerzetten waar we het aan hebben in de komende jaren. En dat gaat ook gewoon lukken. Ja, dat wou ik zeggen. Jouw 3 voorgangers die zijn binnen een seizoen alle 3 de laan uitgestuurd. Het is geen makkelijke club. Nee, nou ja, goed. Aan ons maar weer om het tegendeel te bewijzen. En goed, geen makkelijke club. Ik denk dat het best meevalt. En ik ken de club dan ook goed. En ik weet ook wat er speelt. Ik weet ook wat er misschien beter had gekund in de afgelopen jaren. En daar hebben we het ook uitvoerig over gehad met elkaar. En daar ligt voor alle partijen een stuk verbetering. Nou goed, en als we dat dan met elkaar aanpakken en we zien inderdaad dat licht aan het einde van die tunnel. En we gaan richting die stip aan de horizon, dan komt dat vast goed. Postuma is momenteel bezig met zijn UEFA A trainersdiploma en is erg ambitieus. Nou goed, ik heb in ieder geval de ambitie om op een zo hoog mogelijk niveau te gaan trainen. En dat is top amateur in het amateurvoetbal. En de wedstrijden die ik destijds heb gevoetbald op hoofdklasseniveau, tegen een IJsselmeervogels, tegen een Spakenburg, noem ze maar op. Ja, die wedstrijden wil ik zelf als trainer ook meemaken. En het zal hartstikke mooi zijn om dat hier te doen. Maar goed, het tweede divisieniveau met Dronten, dat is misschien een beetje te ver weg van mijn bed. Maar een club als IJsselmeervogels trainen, of een Spakenburg, of een prachtige club uit de tweede divisie. Ja, weet je, dat is wel iets wat dus ook weer op mijn lijstje staat.